Goedemiddag, welkom bij dit webinar van IJsma Bouw Media. Vanmiddag in samenwerking met Ito Daalderop en Airvent. We gaan het vanmiddag hebben over ventilatie in gestapelde bouw. Twee deskundige sprekers nemen u vanmiddag mee bij de uitdagingen die verduurzaming in gestapelde bouw met zich meebrengt. Hoe we labelstappen kunnen maken met ventilatie in de gestapelde bouw. Ze zullen u aangeven hoe ze u daarbij kunnen ondersteunen. En ze presenteren een compleet ventilatieconcept voor de gestapelde bouw. Mijn naam is Henk Wind. Ik ben uw presentator voor vanmiddag namens IJsma Bouw Media. Ik zal straks ook mijn gasten aan u voorstellen. Maar voordat we dat doen, zal ik u nog even een paar praktische zaken uitleggen aangaande webinar. Het webinar is uiteraard digitaal. U zit achter uw computerscherm. U vindt daar ook een chatscherm. U kunt daar uw vragen stellen, zodat u mee kunt discussiëren, kunt reageren op dingen, maar ook uw vragen kunt stellen. Uw vragen komen terecht bij een team van deskundige moderatoren. Die zullen proberen uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden tijdens deze uitzending. U krijgt daar zo goed mogelijk antwoord op, tenzij het echt te specifiek is, maar vragen die binnen de uitzending passen, die zullen ook bij mij terechtkomen. En zal ik ook aan onze sprekers voorleggen, zodat we ook daar interactief zullen blijven. Dus maakt u daar vooral gebruik van en stelt u uw vragen en reageer op wat er gezegd wordt. Uiteraard kan dat alleen tijdens deze live uitzending. Deze uitzending blijft bewaard en kunt u ook later terugkijken. U zult ook een terugkijklink toegestuurd krijgen, zodat u te alle tijden de presentatie en wat er gezegd wordt nog eens even terug kunt luisteren en bekijken. Om de informatie nog eens een keer tot u te nemen. Dan stel ik u graag onze sprekers voor van vanmiddag. Links van mij René Kas van Airvent. Welkom René. Rechts van mij Jimmy Onstink, Ito Daalderop. Ja. Welkom Jimmy bij dit webinar. En we laten ook een aantal dingen zien vanuit het Experience Center in Bergsenhoek. En daar zullen Mattie Vet en, van Airvent en Alex Splinter van Ito Daalderop in beeld zijn. En u meenemen met wat zij kunnen laten zien vanuit het Experience Center. Kunnen jullie even kort voorstellen? Jimmy, jij misschien beginnen even voorstellen wie je bent. Ja, zeker. Mijn naam is Jimmy Onstenk. Ik ben werkzaam als Category Manager Ventilatie bij Ito Daalderop. En in die functie hou ik mij natuurlijk helemaal specifiek bezig met ventilatieproducten binnen het pakket van Ito Daalderop. En samen met onze innovatieafdeling moeten we ervoor zorgen dat wij de producten naar de markt brengen waar de markt op zit te wachten. Ja. Dat eigenlijk in het kort. Ja. René? Ja, René Kas. Ik ben commercieel manager bij Airvent Netherlands. En onder Airvent Netherlands vallen bedrijven als Bergsehoek Luchtcomfort, Spiraliet, Vespi en Airvent Natuurlijke Ventilatie. Ja. Kun jullie even uitleggen, jullie doen dit webinar gezamenlijk. Jimmy, kun je uitleggen hoe de relatie tussen jullie als bedrijven zit? Uiteraard. Airvent is een groothandel die de producten van Ito Daalderop op de markt brengt. En wij hebben al een jarenlange ervaring en relatie met de Bergsehoek groep en de Airvent groep uiteraard daarin. We hebben gekozen voor deze combinatie omdat Airvent zich als groothandel echt alleen maar bezighoudt met ventilatieproducten en niet met allerlei andere producten daaromheen. Dus daarom is deze combinatie gekozen. Ja, duidelijk. Dan hebben wij ons voorgesteld, maar dan vinden we het natuurlijk ook prettig om even van u te weten wie u bent en met wie we hier vanmiddag zijn. We doen dat even in de vorm van een poll. Maar het is niet echt een meningvraag, maar we willen graag van u weten waar u werkzaam bent. We hebben de verschillende categorieën even benoemd. En u kunt daar een keuze maken door eenvoudig op de juiste categorie te klikken. Bent u werkzaam bij een installatiebedrijf? Bent u installatieadviseur? Zit u in technisch beheer en onderhoud? Werkt u bij een woningcorporatie? In onderwijs of opleidingsinstituut? Met de particulier? Werkt u bij de overheid? Architect? Bouwbedrijf? De toeleverende industrie? Of de groothandel? Of dan toch nog een categorie overig of anders? Ik denk dat het niet zo heel veel moeite is om even de juiste knop te vinden. Wacht even tot iedereen zijn keuze heeft kunnen maken en de juiste knop heeft kunnen indrukken. Het is een hele lijst. Goed, kijkt u er even rustig doorheen.
Kies de categorie waar u het dichtst bij zit. Ik zie in ieder geval al dat de toeleverende in de industrie op 23% staat. De categorie overige blijft een grote met 22%. En het installatiebedrijf zie ik hier op 13% staan. En, ja, een gemêleerd gezelschap vanmiddag als ik zo kijk. U danken voor uw stem die u hier hebt uitgebracht. We gaan verder. We gaan het hebben over de uitdagingen van ventilatie in de gestapelde bouw. Jimmy, kun jij eerst eens even uitleggen waarom we het eigenlijk over dit onderwerp gaan hebben? Wat is daar zo belangrijk aan? Ja, uiteraard. Nou, in zijn algemeenheid hebben we natuurlijk een enorme uitdaging voor ons liggen in de bouwsector, in de woningbouw. Omdat we natuurlijk allerlei uitdagingen hebben in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dat is afgesproken binnen het klimaatakkoord voor 2050. Maar willen wij zeg maar die doelstellingen halen, dan moeten wij eigenlijk al in 2030 behoorlijke stappen hebben gemaakt in de verduurzaming van de woningvoorraad. En dat betekent, u kunt het hier zien, 50.000 woningen per jaar. Dat is een behoorlijke uitdaging voor de markt, zeg maar. En dan kijken we zeg maar specifiek naar de bestaande woningbouw. Omdat in de nieuwbouw is het eigenlijk geen uitdaging. Hè. Daar moeten we van het gas af. Dus daar is een warmtepomp eigenlijk al bijna de nieuwe standaard geworden in combinatie met de gebalanceerde ventilatie. Dus daar is het niet zo lastig. Maar de bestaande woningbouw, dat geeft eigenlijk de grootste uitdagingen. En er zijn nog heel erg veel woningen te doen. Gestapelde bouw zit veelal bij woningbouwverenigingen of bij een vereniging van eigenaren. En hoewel het aandeel zeg maar, in de totale markt van woningbouw relatief klein is, met 15%, kun je het zien, het is toch nog bijna 1,2 miljoen aan woningen die wij moeten gaan verduurzamen de komende jaren. Nou, dat geeft allerlei uitdagingen. Daar komen we ook later in het webinar komen we daar uitgebreid op terug. Ja, ja. Dat gaat dus over het belang van labelstappen. Ventilatie is daarin een belangrijk onderdeel waar we vanmiddag over gaan hebben. René, kun je uitleggen waarom ventileren zo belangrijk is? Jazeker. Ventilatie is eigenlijk gewoon van levensbelang. We kunnen langer zonder eten en drinken dan dat we zonder lucht kunnen. Als ik je nu zou vragen om tijdens dit webinar geen water te drinken, hebben we hooguit aan het einde hebben we wat dorst. Ja. Vraag ik je om geen zuurstof te ademen, dan loopt het slechter af. Kortom, ventilatie is heel erg belangrijk. Ook in woningen waar we het over gaan hebben. Een gemiddeld gezin stoot per dag ongeveer 11,7 liter lucht uit. Vocht, waterdamp. Door bijvoorbeeld te douchen, door te koken. Nou, dat moet ook eigenlijk afgevoerd worden. Mensen en huisdieren stoten ook CO2 uit. De hoge concentraties daarbij die zijn ongezond. Je moet denken aan concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn. Ventileren is echt heel erg belangrijk, Henk. Ja, en daar zit een samenhang met de labelstappen. Jazeker, want om die labelsprongen te maken, worden die huizen steeds beter geïsoleerd. Nou, wanneer die huizen goed geïsoleerd worden, is de infiltratie normaal gesproken door naden en kieren plaatsvond, die is dan gewoon grotendeels verdwenen. 70% van de tijd brengen we ook binnen door. Nou, als we naar de tabel kijken, dan zien we dat het belang van ventilatiesystemen over de loop der jaren, met ook de toename van het isoleren van woningen, steeds belangrijker is geworden en dat die infiltratie is afgenomen. Nou ja, dat betekent gewoon dat onze gezondheid in toenemende mate dus afhankelijk is geworden van een goed ventilatiesysteem. Wat een doel van een goed ventilatiesysteem? Ja, het doel dat is natuurlijk de toevoer van zuurstof en de afvoer van vervuilde lucht en vocht. Nou, afgelopen jaar, mede ook dankzij COVID, is natuurlijk het belang van ventilatie extra duidelijk geworden en de invloed van systemen daarop. Ja. Wat gebeurt er als de ventilatiesystemen niet goed zijn, als ze slecht ontworpen zijn? Ja, wat je in de praktijk natuurlijk ziet, we gaan het vandaag ook hebben over het totaalontwerp van een goed ventilatiesysteem. Als het totaalontwerp van een goed ventilatiesysteem niet goed is, dan ga je zelf klagen, bewoners gaan klagen. Roosters en ventielen die worden dichtgeplakt, we zien hier een paar voorbeelden daarvan. Systemen, stekkers worden eruit getrokken. Wat erger is, zijn daar dan weer de gevolgen van. Dat ook voor de gezondheid is het niet goed. Je hebt kans dat er schimmel in de woning ontstaat. Die vervuilde lucht waar we het net over hebben gehad, wordt niet afgevoerd.
Maar ook met betrekking tot de labelsprong wordt gewoon de beoogde verbetering, die wordt hiermee dus niet gerealiseerd. Nee, dat is duidelijk. Dat geldt natuurlijk voor in elke woning, dus ook in een grondgebonden woning. Wat is er specifiek aan ventilatie bij gestapelde bouw? Zal ik er iets van zeggen, ja. Henk? Nou, wat is anders? In gestapelde bouw heb je natuurlijk te maken met een collectief ventilatiesysteem in zijn algemeenheid. Dus een collectieve dakventilator. Maar je zou eigenlijk wel alle woningen die daaronder zitten hun eigen individuele ventilatie kunnen laten beïnvloeden. En dat kan in oude systemen vaak niet. Hè. Dus het beantwoordt eigenlijk niet aan vragen. Het is geen vraaggestuurd systeem. Het zijn allemaal bestaande complexen, meestal op leeftijd, zeg maar, waar we ook met allerlei shuntkanaaloplossingen zitten, die ook niet altijd even goed werken. Brandscheiding, daar gaat René straks nog iets over zeggen. Een brandscheiding moet je gaan doen als je omvangrijk gaat renoveren. Dan moet je ook die brandcompartimenten goed voor elkaar hebben. Nou, in zijn algemeenheid hebben we best wat problemen, met name schimmelvorming in de ruimte waar het meeste vocht ontstaat, dat is in de badkamer. Die is bijna altijd dan ook inpandig. En daar zijn dus ook geen andere mogelijkheden dan mechanisch te ventileren. En dan het liefst natuurlijk ook daar een soort vraagsturing op vocht. Nou, daarmee geef je inderdaad al die inpandige badkamer aan als een van de problemen die je daar tegenkomt. Ja. Er zijn er meer dat jullie in de praktijk aantreffen. We kunnen hier naar kijken, zeg maar, waar we vaak mee zitten. Omdat het een bestaand systeem is, hebben we te maken vaak met lekkage in de schachten. Het is een gemetseld kanaal waarbij wel eens wat luchtlekken optreden. En waarbij lucht dus wegvloeit. Dus niet uit de woning, maar gewoon uit de schacht. Dakventilatoren, verouderde systemen, wisselstromen, dakventilatoren, slechte regelingen, ventilatieroosters die niet goed werken. En je hebt te maken natuurlijk met een situatie die je niet zo makkelijk kunt veranderen in een bestaande woning. Omdat je nou uiteindelijk gewoon te maken hebt met de kanalenopbouw die in de wanden en in de vloeren zit. En we hebben natuurlijk ook te maken met gebruikersgedrag. Hè? Hoe gaat een bewoner met zijn ventilatiesysteem om? En kan hij ook het systeem beïnvloeden, zeg maar, als dat nodig is? Ja. Dat zijn wel de meest voorkomende uitdagingen, zeg maar. Ja. Wat is de samenhang tussen de ventilatie en labelstappen in gestapelde bouw? Nou, dat is een hele belangrijke. Ventilatie speelt een belangrijke rol, omdat die behoorlijk kan bijdragen in het maken van een labelstap. En in de hoogbouw is dat zeker aan de orde, omdat je daar natuurlijk met veel woningen hebt die eigenlijk maar één dak hebben en twee zijgevels die niet bij alle woningen horen. Dus het isoleren heeft wat andere facetten, zeg maar, als in gewoon seriematige woningbouw. Nou, wat we daarmee te maken hebben is met de F-control factor die je mag invoeren, zeg maar, in de berekening om labelstappen te maken. En we zien uit berekeningen die wij gemaakt hebben in het programma waarin je de NTA 8800 berekening doet, dus BANG. Daar zien wij dat vooral vraaggestuurde systemen, en dan kijken we eigenlijk naar vraagsturing op CO2, daar wordt de gemiddelde vervuiling aan opgehangen, vooral vraagsturing daar een hele belangrijke rol speelt. En dat kan ik in de volgende sheet, zeg maar, laten zien. Ja. Als we kijken naar labelstappen, eerder gingen labelstappen werden gemaakt in de EI. Index. En daar had je eventueel of een gelijkwaardigheidsverklaring voor, of we konden een forfaitaire waarde invullen, die je altijd mag invullen. Nou, wij hebben nu nog het baseflow hoogbouwsysteem, wat daar een rol kan spelen. Dat wordt vervangen door een nieuw product, wat wij in de loop van het jaar gaan introduceren. Daar komen we straks even uitgebreid op terug. En die F-reg factor voor dat oudere systeem in de I-index, dat was een hele hoge waarde. Dat had een waarde van 0,61 met één CO2-sensor, die dan in de woonkamer werd gemonteerd. En eigenlijk was die waarde zo hoog dat het aanvragen van een gelijkwaardigheidsverklaring eigenlijk geen zin had. Want je kwam eigenlijk nooit beter uit als die hoge waarde. Nou, dat is de hoge forfaitaire waarde waar je sowieso mee mocht rekenen. Ja, dat is, zeg maar, een standaard waarde waar een systeem aan vasthangt. En als je als fabrikant denkt dat jij het beter kan doen, en dat gaat dan eigenlijk met de controlefactor, dus de regelfactor, zeg maar, dan kun jij het beter doen. Ja. Nou, in BANG, dus de NTA 8800, zeg maar, hebben ze dat gecorrigeerd. En daar hebben ze gezegd van, als je een systeem gebruikt met één CO2-sensor in de woonkamer,
Dan is het F-control, het F-reg is nu F-control geworden, dat gaat naar 0,8. Dat is eigenlijk opgetrokken. En daarmee dus ook minder interessant om snel een labelstap te kunnen maken. Ga je naar 2 CO2-sensoren, dus in de woonkamer, maar ook tenminste in de hoofdslaapkamer, dan kun je naar een F-control van 0,59. Ja. En in de branchevereniging is eigenlijk ook afgesproken dat alle gelijkwaardigheidsverklaringen voor 1 sensor zijn komen te vervallen. Dat is een aantal jaren geleden gebeurd. Omdat ook de branche vindt dat met name de hoofdslaapkamer vanuit de hele bouwregelgeving eigenlijk ondergewaardeerd is. Daar wordt structureel te weinig lucht verplaatst. En als je dat vraaggestuurd gaat doen, dan kan dat dus wel. Dus wij gaan komen zeg maar, met een pakket, ook met de mogelijkheid om nog steeds wel 1 CO2-sensor te gebruiken. Ja. Maar eigenlijk zeggen we van, eigenlijk zou je en voor een betere waardering en dus voor een beter binnenklimaat, zou je eigenlijk naar het systeem moeten met meerdere kleppen erin, minimaal 2. En hier staat zeg maar een sheet afgebeeld met de NTA 8800, hoe dat omschreven is. Op de pijltjes, zeg maar, de 3 pijlen zie je de systeem, dus de waardering van 0,80, 0,59 of 0,56. En daar hebben wij onze pakketten zeg maar, op afgestemd, zoals wij die naar de markt gaan brengen. En onderin, pijltje wat naar rechts wijst, dat wijst toch op een regeltje in de NTA 8800. En dat zegt dat in een studentenappartement, waar wonen en slapen in 1 vertrek plaatsvindt, hè, daar heb je geen aparte hoofdslaapkamer, dat je dan gebruik mag maken van de 0,59, dus een goede waardering. Maar dat je slechts 1 sensor hoeft te gebruiken, omdat wonen en slapen nou eenmaal in dezelfde ruimte voorkomt. Ja, duidelijk. Labelstappen maken moet je natuurlijk best wel voor investeren. Kost geld, maar er is ook subsidie voor beschikbaar. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Ja, de overheid die helpt een handje. Voorheen hadden we de step-subsidie die hiervoor gebruikt kon worden om de verduurzaming en de verbetering van de woning te halen. Dus een labelstap te maken. Dat is nu vervangen door de RVV-subsidie. Die geldt vanaf 1 juli. En er zit een bedrag van 150 miljoen in het potje. En dat potje moet leeg, denk ik. Daar moeten we zoveel mogelijk gebruik van maken. Dus dat helpt corporaties. Hè, want de regeling is niet voor de consument, maar die is puur voor een woningbouwvereniging. Die dus ook verhuurdersheffing moet afdragen aan de overheid. Er zijn een aantal eisen gesteld. Je moet tenminste 3 labelstappen maken binnen de NTA 8800. En de woningen moeten minimaal een label B gaan krijgen. En hoger, dat mag uiteindelijk. Je moet een bepaalde investering doen, zullen we zo even laten zien. En het moet na de aanvraag, dat de aanvraag is goedgekeurd, moeten binnen 3 jaar moet dat zijn afgerond. Ja, en hier zien we iets van die investering. Ja, dit gaat eigenlijk over de randvoorwaarden. We zien daar een aantal categorieën genoemd, waarin het aantal labelstappen wat gemaakt moet worden of kan gemaakt worden, hè, wordt verklaard. Dus je kunt tussen de 3 of 4 of 9, 10, dat zal ik in de volgende sheet laten zien. Daar zie je het bedrag aan heffingsvermindering. Dus wat je eigenlijk krijgt als jij hier gebruik van maakt, krijg jij niet echt een subsidie, maar je krijgt een vermindering van de verhuurdersheffing. En daar moet je dan wel een bepaalde investering voor doen. En die staat daar rechts afgebeeld. En kun je natuurlijk voorstellen dat het bedrag wat jij moet investeren als je meer stappen maakt hoger is. Maar daar is ook de vermindering op de heffingsbijdrage, die is dan ook aanzienlijk groter. Ja, en die zien we hier nog een keer uitgewerkt. Ja, hier zie je eigenlijk de relatie. Je ziet aan de linkerkant waarvan staat, zie je alle de huidige energielabels. En dat zijn waar de woningen nu op zitten. Dat zijn de huidige labels waar een woning op zit, op een van die niveaus. En bovenin, daar zie je alle verbeteringen, zeg maar, die boven de label A zit. Dus je kunt in die tabel aflezen, zeg maar, van welke labelstap je waar naartoe gaat en wat dan, zeg maar, de energie, de verminderingsheffing, zeg maar, per stap is. Ja, en dan is de grootste stap is natuurlijk van energielabel G naar beter dan A++. Dat zijn die stappen van 9 of 10 die we zo net in de vorige... Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote stap. Hè? A++, hè? Dat is natuurlijk beter als A++. Dat is een hele grote stap. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat heeft ook een beetje met het ambitieniveau van de corporatie te maken. En zeg maar binnen
hoeveel stappen zij zeg maar die woningen naar dat niveau willen brengen. Dat hoeft natuurlijk niet meteen. Hè. Dat, je ziet dat dat ook wel meegenomen wordt met onderhoud of renovatietrajecten. Dat ze zo'n natuurlijk moment aangrijpen om een volgende stap te zetten. Ja, dus ik even kijk van in elke stap die je hier zou kunnen maken, is ventilatie toch wel een belangrijk item ook? Ja, je moet eigenlijk natuurlijk wel eerst, kijk de berekening, het is lastig aan te geven of je met ventilatie altijd een stap kunt maken. Dat ligt er ook aan. Als je het uitrekent, bijvoorbeeld in Uniek, in het rekenprogramma van Beng, daar worden allerlei gegevens ingevoerd en ventilatie maakt daar een deeltje van uit. En in die berekening blijkt zeg maar of jij met 1 of 2 sensoren nog een stap zou kunnen maken. Ja. Ja. Dan gaan we nu even overschakelen naar een video die vanuit het Experience Center in Bergen zijn hoek komt met Matty Vet en Alex Splinter. Die zullen een paar nieuwe producten aan u presenteren die hierbij aansluiten. Goedemiddag, welkom in ons Experience Center. In ons Experience Center presenteren wij jullie live systeemoplossingen. Systeemoplossingen voor de grote woningbouw en voor de gestapelde bouw. Vandaag presenteren wij jullie een concept samen met Ito Daalderhoff. En Alex Splinter gaat jullie daar zo meteen meer over vertellen. Bedankt Matty. Ito Daalderhoff komt met 2 noviteiten voor ventilatie in de gestapelde bouw. In het hart van het ventilatiesysteem zitten de kast 3.1 en de kast 3.2. En daar voegen we nog een ventilatiesysteem voor in de woningen aan toe, de kas Optima. Daar kom ik later op terug. Dit zijn de nieuwe kas 3.1 en kas 3.2 Connect. Deze dakventilatoren zijn eigenlijk gelijk aan de TO-versie, namelijk met onderdruksturing en een klokprogramma. Alleen het unieke daarvan is dat je het nu ook via je app kunt besturen en inregelen. De Connect geeft een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste kunt u met 1 man de hele strang inregelen. Tevens kunnen alle instellingen achteraf gewijzigd worden. En ook storingsmeldingen komen achteraf binnen, bijvoorbeeld via de e-mail. Als voorbeeld laat ik even zien hoe ik via de wizard enkele instellingen wijzig. Ik zit hier verbonden met de dakventilator. Ik druk op de wizard en ik kan kiezen welke regeling ik wil hebben. Bijvoorbeeld de onderdrukregeling. Hij gaat zich meteen instellen. Want ik heb ingesteld dat ik een aantal verdiepingen heb. Maakt hij een berekening van hoeveel onderdruk je dan precies wil hebben. En hier zie je het actuele punt, maar ook hoeveel pascal ik bijvoorbeeld nog wil fine-tunen. Ik wil een beetje minder, dan gaat hij wat minder. Vervolgens kan ik het klokprogramma nog aanpassen. Bijvoorbeeld klokprogramma 1, daar zijn nog wat dingen voor gesorteerd, maar ik kan het ook wijzigen als ik wil. Gegevens worden erin gezet en alle dingen zijn opgeslagen. Hiermee is de wizard afgesloten en heeft u ingerekend. Onze tweede noviteit is KAS Optima, het vraaggestuurd ventilatiesysteem voor de gestapelde bouw. Wat is het mooie aan dit systeem? Het is de opvolger van Baseflow Hoogbouw. Het heeft een aantal grote voordelen. Ten eerste hebben we een RF-signaal van de CO2-sensor naar de klep, waardoor er geen bedrading meer nodig is. Ten tweede is het een heel laag druk benodigd systeem. Dat betekent dat je al bij 20 pascal 75 kuub kunt krijgen. We hebben 2 modellen, namelijk eentje met een motorgestuurde klep, maar ook een model zonder motorgestuurde klep. Die kun je met je hand van tevoren instellen op een bepaald aantal kuubs. Een van de voordelen van het systeem is dat de brandklep direct achter de klep gezet kan worden. Dat vergt dus geen extra opbouwruimte. Ook kun je van tevoren de klep instellen op het aantal kubus wat je wil hebben op deze klep. Dat doe je eenvoudig van tevoren spanningsloos met het draaiwieltje. Het aantal kubus staat erop en kun je gewoon instellen. Hij regelt zichzelf op basis van de onderdruksensor. Er is ook een nette oplossing voor de kabelgoot. Bijvoorbeeld hier, maar hij kan ook aan alle andere zijkanten. Dit is de eigenlijke klep die op en neer beweegt. We hebben hem zo geconstrueerd dat hij niet helemaal binnen in de muur gaat. Daardoor kunnen we de brandklep direct achter de klep plaatsen. Waardoor je geen opbouw nodig hebt en het apparaat mooi flush op de muur kunt zetten. Dit zijn de 2 noviteiten van Ito Daalderhoff.
om een ventilatiesysteem in een gestapeld bouw mogelijk te maken, met allerlei voordelen. Daar zijn nog wat extra onderdelen voor nodig in het hele systeem. En dat laat Mattie weer eventjes zien. Alex heeft jullie net meegenomen in het concept van de kas-dakventilator. Om de kas-dakventilator goed te laten werken, is er echter meer nodig. Dat wil zeggen, we hebben nodig een goed ontwerp. In dat ontwerp komen ook de natuurlijke toevoerroosters terug. Deze toevoerroosters moeten niet vervelend zijn, maar moeten zorgen voor comfort. En comfort krijgen we met een zelfregelende rooster en een Coanda-effect. Daar gaat René jullie straks meer over vertellen. Daarnaast, voor een goed werkend systeem, hebben we ook nodig een kanalensysteem. Dit kanalensysteem moet luchtdicht zijn. In ons Experience Center doen we dit soort testen. Dus kunnen we jullie live laten zien hoe een kanalensysteem luchtdicht is. Maar ook in een ontwerp komen terug de brandkleppen. Brandkleppen zijn van wezenlijk belang voor een goed werkend systeem. We willen namelijk geen weerstand creëren. Ook hier gaat René straks meer over vertellen. Mooi filmpje gezien van twee interessante producten. We gaan daar nog even nader naar kijken. Jimmy, kun jij de noviteiten nog even samenvatten? Zullen we beginnen met het KasConnect systeem? Ja, prima. Ja, u heeft gezien dat Alex heeft het systeem uitgelegd van de KasConnect. Dat is een toevoeging op ons bestaande pakket dakventilatoren. We hebben natuurlijk al langer deze serie dakventilatoren. En die wordt uitgebreid met een Connect-model. Nou, wat zijn eigenlijk de belangrijkste voordelen en eigenschappen van dat product? Wij kunnen dus connecten met de cloud, waardoor we via onze service app, die je gewoon in de diverse stores kunt downloaden, waarbij je de dakventilator in bedrijf kunt stellen met de service app. En dat kan in dit geval met één persoon. Normaal wordt een dakventilator in bedrijf gesteld met twee personen. Eén monteur op het dak, één in de onderste woning die de inregelingen doet. En de man op het dak, die hebben we in dit geval niet meer nodig. Daar kan één man onder in de woning, in de onderste woning, kan dat doen met behulp van de service app. Dus daar kan hij alle instellingen wijzigen. Dat kan ook op afstand kan dat gebeuren. Daarnaast versturen wij storingsmeldingen per mail. We kunnen aangeven wat er precies aan de hand is met die dakventilator. Dan krijgt de installatiepartij die het onderhoud doet op dat complex, daar kennen wij het e-mailadres van, die krijgt een mail, een soort pushberichtje in de mail, dat er een storing is. Wij geven aan waar de dakventilator staat, op welk complex, wat het serienummer is, wat de storingsreden is. En dan kan de installateur zich maar naar het project rijden. Hij weet precies waar hij naartoe moet en wat daar aan de hand is. Daarbij registreren wij automatisch de garantie. Als een project met dakventilatoren in de cloud is opgeslagen, zeg maar, wordt ook de garantie direct gekoppeld aan onze garantiedatabase. Dat scheelt weer opvoeren in onze eigen database door de installateur. En daarmee verlengt hij zijn garantie van 2 jaar naar 5 jaar. Dan krijgt hij 3 jaar onderdelengarantie extra. Er komt dus een overzicht in de cloud te staan op het domein van de installateur. Daar kan niemand bij, dat is het domein echt van de installateur. En wij gaan starten zeg maar, met de leveringen vanaf 1 juli. De eerste projecten hebben zich inmiddels aangemeld. En geen toeval mag het zijn dat René, die ook wel een hele leuke achternaam heeft, Kas, dat sluit mooi aan bij het product, die mag dat gaan leveren. Nou, het inregelen, wat we net al zeiden. Voordat je daarop ingaat, inregelen, krijg je de vraag binnen, zit er een abonnement op? Nee, er is niet gekozen voor een abonnement. Wij hebben ervoor gekozen om de dakventilator uit te rusten met een soort simkaart. Dat is een soort prepaid simkaart. En daar hebben wij data opgezet op dat kaartje. En die data die gaat, die begint pas met communiceren als de dakventilator vrijgegeven wordt door de installateur. Om te voorkomen dat hij de hele dag data staat te verzenden. En dat betekent dus dat je geen abonnementstarief hebt, maar dat in de verkoopprijs van de dakventilator een bepaalde data hoeveelheid staat, waarvan wij er nu van uitgaan dat minimaal voor 10 jaar voldoende moet zijn om zeg maar storingsmeldingen te genereren en ook zeg maar achteraf instellingen te wijzigen of met de service app het toestel te benaderen. Ja, dat zit dus allemaal al bij de prijzen in. Ja, dat hebben we. Ja. Kun je iets zeggen over de prijsstelling van dit systeem ten opzichte van... dat is misschien ook beter voor het andere systeem. Dan kunnen we misschien beter straks even behandelen. We gaan eerst even kijken naar de inregeling, denk ik, van KasConnect. Ja, prima.
Dat kan. Nou, hier staat even een plaatje hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Er staat dus een monteur beneden. De dakventilator staat ingesteld standaard op onderdrukregeling. Dus als je een kas TO-versie of een TOC in dit geval, daar zit een tijdsregeling in, een onderdrukregeling en het is een connect dakventilator, dus je met de cloud communiceert. Dan staat de dakventilator standaard ingesteld op onderdrukregeling, daar hoef je niks meer aan te doen. Hij staat ingesteld op een druk in de schacht van 100 pascal. En het klokprogramma, er zijn een aantal klokprogramma's, zitten er standaard in. Die staat standaard uit. Dus dat betekent dat de installateur, als hij gaat inregelen, eigenlijk maar twee dingen hoeft te doen. Hij moet zien of hij de gevraagde luchthoeveelheid, in dit geval 75 kuub, in de onderste woning, of hij dat haalt. Haalt hij dat niet, dan kan hij met de telefoon, met de app, op het tweede beeldje klikken, op die 100 pascal. Dan drukt hij op het pijltje omhoog. En dan gaat het met stapjes van 10 pascal, gaat de druk van de dakventilator omhoog. Dus hij toert eigenlijk op. En je ziet hem daar onderin dan meelopen. En op het moment dat hij dan 120 pascal zou hebben ingetoetst en hij haalt dat, dan meet je of hij die 75 kuub haalt. Haal je dat, dan ben je eigenlijk klaar. Haal je het niet, moet je nog een beetje optoeren. Dus dat kan. En dan als laatste vraagt hij aan het klokprogramma of je dat wil aanzetten. En daar heb je dan nog de keus om een klokprogramma te kiezen met een vooraf ingestelde standaard klokprogramma of een eigen klokprogramma. Dat kan ook, dat kan je helemaal wijzigen. En dan ben je eigenlijk klaar. Dus één man beneden regelt eigenlijk in de onderste woning de hele streng in bedrijf, zeg maar. Dat scheelt dus installatiekosten, scheelt ook handjes. Dat scheelt handjes, ja. Al een tekort aan vakmensen. Ja, dat klopt. Nou, dat is ook een van de redenen waarom we zeggen van omdat er een enorme uitdaging ligt in de installatiewereld, in de woningbouw. En er weinig handjes zijn, inderdaad, is het gewoon makkelijk om slimme systemen te bedenken waarbij je minder mensen nodig hebt. Ja, ja, dat klopt. Ja. Tweede systeem wat we net hebben gezien, de KAS Optima. Kun je daar ook een toelichting op geven? Ja, dat zal ik doen. Nou, u ziet het al in de aanhef staan. Dit systeem dat wordt verwacht in Q4 2021. Dus het is redelijk uniek dat wij nu al de markt informeren over een systeem wat er nog niet is. Okay. Maar dat er uiteraard wel gaat komen, uiteraard. Zeg maar, alle testen zijn gedaan. U hebt gezien dat het systeem werkend is laten zien in het Experience Center in Bergse Hoek. Dus het systeem werkt. We willen alvast, omdat de renovatie van zo'n complex best een aanlooptijd heeft, zou het jammer zijn als er nu aan projecten wordt gerekend die in de loop van het jaar gaan opstarten, dat deze mooie producten niet meegenomen kunnen worden. Ja. Nou, zoals alles heeft laten zien, is de motorsgestuurde klep waarbij extra aandacht is besteed ook aan het uiterlijk en aan het schoonmaken door een bewoner. Dat was nog wel eens een uitdaging. Ontregelen van ventielen, dat kan eigenlijk nu niet gebeuren. Bewoner kan heel eenvoudig het dekseltje openklappen, doekje eroverheen en schoonmaken. Nou, zoals alles heeft aangegeven, gaat de aansturing vanaf de CO2-sensoren door middel van RF-technologie. Dus dat betekent geen bedrading in de woning. De signalen gaan door de lucht. De klep is voorzien van de mogelijkheid om op CO2 te meten. Dat gaat dus in de woonkamer en, als wij het voor het zeggen hadden, ook in de hoofdslaapkamer bij voorkeur op. Twee punten. Maar er zit ook een RV-sensor in. En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat als er in de douche, waar de meeste vocht ontstaat in de woning en de meeste problemen zijn, dat die sensor daarop reageert en die klep openstuurt. Waardoor de druk in het kanalensysteem wegvalt, de dakventilator optoert. En dan heb je dus als individuele bewoner toch je eigen ventilatiesysteem op je eigen vraag, terwijl het één collectieve dakventilator betreft. Nou, wij meten dat zeg maar door middel van een druksensor in het ventiel, in de klep. En je kunt van tevoren, zonder dat er nog voeding op de klep staat, de 230 volt voeding, dan hoeft er niet op, om de instelling te doen. Dat zie je aan het gele wieltje. Daar staan alle bouwbesluiten, waarden in. Maar je kunt trapeloos de capaciteit bepalen er ook tussen die waarden in te gaan zitten. Het is gewoon een potmeter. En die combinatie van ingesteld debiet en druksensor zorgt er altijd voor dat jij de gewenste waarde altijd haalt. En dat kunnen we ook laten zien doordat er een ledje op zit bij het inbedrijfstel. Dat is het knopje daar aan de rechterkant. Daar druk je op. Dat is een touchpad, zeg maar. En daar kun je zien aan de knipperen van de led of die zijn bereik gehaald heeft. Als die zijn bereik heeft gehaald, dus je hebt 75 kuub ingesteld, de led gaat continu blauw branden in plaats van knipperen, dan heeft hij zijn debiet gehaald. Nou, dan ben je eigenlijk klaar met inregelen. En we hebben nog een losse klep, eventueel voor een toilet, zodat we alle kleppen in de woning hetzelfde hebben, hetzelfde uiterlijk hebben, en we ook met een hele lage weerstand in het systeem kunnen werken. Ja.
En dat is eigenlijk, het nieuwe product wat we dus in het najaar gaan introduceren. Ja. Daar kwam dus de vraag over inderdaad van, hoe zit dat qua prijsstelling als je dit vergelijkt met het oude systeem? Hoe verhoudt zich dat? Dan kijk ik even naar bruto prijzen, dat is het makkelijkst even vergelijken. Als we kijken naar het nieuwe systeem, dan kun je zeggen dat het ongeveer €200 goedkoper is. Ten opzichte van het baseflow hoogbouwsysteem waar eerder gaat. Dus dat betekent eigenlijk dat de CO2-sensor die je daar ziet afgebeeld onderaan, dat je eigenlijk voor de prijs van voorheen één sensor nu met twee sensoren kan werken. Dus wij denken dat wij een mooi product hebben ontwikkeld, zeg maar, met een hele goede prijsstelling voor de markt. Dus zeer concurrerend kunnen aanbieden. Ja. Ja. Kom nog even één vraag binnen. Ik neem dat toch maar even mee over Cas Connect. Je had het al over een simkaart. Komt hier nog de vraag binnen, werkt dat via een internetverbinding of op een andere manier? Wij connecten zeg maar draadloos met de cloud via IoT. Daar zit een print in zeg maar, die de communicatie met de cloud doet. Daar zit een antennetje in en die simkaart zorgt er gewoon voor dat er een signaal zeg maar, naar de cloud wordt gestuurd. En die pikken wij daar op. Ja, maar de klant, de bewoner heeft geen internet. Als jij zeg maar de dakventilator monteert en die ziet er aan de buitenkant net zo uit als een gewone dakventilator. Alleen er zit dus een extra connectprintje in met een antenne. En we hoeven geen gateways of modems of extra dingen te doen. Als de spanning erop gaat, dan heeft de print heeft de connectie met de cloud onmiddellijk. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor deze toelichting. Ja. Het zijn natuurlijk heel mooie nieuwe ontwikkelingen die deel uitmaken van een totaalsysteem. En daar kijk ik René toch even aan, want er horen natuurlijk nog wat meer bij dan deze twee onderdelen. Een totaalsysteem bestaat uit meer. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, dat klopt inderdaad. Als we het hebben over de dakventilator, dat zou je kunnen zien als het hart van het systeem, wat natuurlijk in dit geval de lucht rond moet pompen. Lucht rondpompen zonder kanalen en zonder toevoervoorzieningen, dat lukt natuurlijk niet. Daarbij is het ook nog eens zo dat de selectie van de juiste componenten hierbij ook heel erg belangrijk is. Een goede dakventilator maakt eigenlijk echt een onderdeel uit van een goed totaalontwerp. Zoals Mattie net ook al benoemde, heb je namelijk ook te maken met het toepassen van de juiste roosters, kanalen, de hulpstukken. Die zijn allemaal van invloed op het functioneren van het systeem. Nou, waar moet je dan aan denken? Je moet eraan denken dat als dat niet goed geregeld is, dat het energiegebruik bijvoorbeeld toe zal nemen. Op het moment dat de motor harder moet draaien en meer energie gebruikt, zal ook het geluid toenemen. Nou, dat is ook een bijkomstigheid. Daarnaast is het zo dat op het moment dat het niet goed geregeld is, zal ook het thermisch comfort niet optimaal zijn. En als je dat dan samenpakt, zul je zien dat ook de bewoners dan, we hebben net gezien dat ze roosters af gaan plakken. Nou, dat wil je niet. Dus je wil ervoor zorgen dat die dakventilator een onderdeel is van een goed totaalontwerp, waarbij aan ieder component aandacht is besteed. Ja, ja. Noem ze dus inderdaad roosters, kanalen en hulpstukken. We gaan daar even naar kijken. Zullen we even beginnen bij de roosters? Oh, dat is prima. De toevoerroosters in het totaalontwerp. We hebben net, heeft Jimmy laten zien, dat in de NTA 8800 bij het selecteren van een systeem, dat je daarmee ook meteen kiest voor zelfregelende roosters. Nou, in de praktijk zijn die vaak nog niet toegepast. Dus we zien bij die oudere gestapelde bouw dat er vaak standaard roosters in zitten die niet zelfregelend zijn. Nou, wat is dan het verschil? Een niet zelfregelend rooster, op het moment dat er meer druk op de gevel komt, gaat ook meer lucht doorlaten. Dus als we hier naar de tabel kijken, dan zie je de blauwe lijn van een oud rooster. Die begint bij 1 pascal met zijn nominale capaciteit, wat hier net onder de 20 liter ligt. Maar op het moment dat er meer wind op die gevel komt, meer druk, dan neemt dat toe. Komt er meer lucht binnen, nou, dat zorgt er weer voor een hogere volumestroom. Maar die lucht die moet ook opgewarmd worden in de winter. Dus dat kost weer meer energie. Meer lucht binnen zorgt er ook voor dat de bewoners daar meer hinder van kunnen ondervinden. Dus ook het thermisch comfort is dan in het gedrang. Nou, kies je voor een zelfregelend rooster, dan zie je ook dat zodra dat de druk toe gaat nemen, dat de nominale capaciteit gelijk blijft. Dus zorgt voor meer comfort. Ja.
Zelf regelen het rooster, dat klinkt best wel high-tech misschien, maar het is relatief eenvoudig, hè? Ja, ja, nee, dat valt reuze mee. Een winddruk geregeld zelfregelend rooster regelt op wind. Er is geen elektronica voor nodig. Dat werkt eigenlijk gewoon echt op de druk die op de gevel staat. Er zijn wel een paar aandachtspunten, want er zijn heel veel soorten zelfregelende roosters te koop. Nou, wij zelf hebben de Klima Decor die we hier in beeld zien. Dat is een rooster die heeft een HDV-mechanisme. Dus je kunt op functionaliteit regelen door de pure klep in de lucht in laten hangen. Nou, dan knijp je wel de lucht. Maar de manier waarop dat die naar binnen komt, de lucht, is ook heel belangrijk. Een HDV-rooster zorgt ervoor dat de binnenkomende lucht omhoog wordt gestuurd. Dan maak je gebruik van het Coanda-effect. De lucht die gaat verkleven aan het plafond. Maar heel belangrijk, in de ruimte is al sprake van warmere lucht, de kamertemperatuur. Die vermengt met de binnenkomende lucht en dat zorgt weer voor meer comfort ook voor de bewoners. Ja. Dus naast een voordeel op energetisch gebied, biedt dit ook een groot voordeel op het gebied van comfort. Dit voorkomt de zogenaamde koude val. Ja, de tochtklachten zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Ervent is ook producent van luchtkanalen en hulpstukken. Zullen we eens even kijken naar de rol van de kanalen in dit geheel? Ja, prima. De kanalen, ja, we zijn producent inderdaad van kanalen en hulpstukken. Daar hebben we heel veel aandacht voor om die op een goede kwalitatief goede wijze te produceren. Maar wat heel erg belangrijk daarbij is, zeker ook in het verhaal om die labelstappen te maken. Een goede luchtdichtheid van kanalen wordt ook gewaardeerd. Is ook essentieel voor de werking van het systeem. Luchtdichtheid van kanalen, luchtdichtheid van hulpstokken. Door dat goed te regelen, zorg je er ook voor dat het energieverbruik beperkt blijft. Dus dat zijn zaken waar je ook op kunt letten. Daarnaast, met een goed ontwerp waar we het over hadden, in het totaalontwerp, kijk dan ook goed dat je een ontwerp maakt waar zo min mogelijk weerstand in zit. Ja. Want waar we het net over hebben gehad, luchtlekkage en weerstand, dat zorgt dus in de praktijk ook weer voor energieverlies. Het zorgt voor meer geluid. Het zorgt voor capaciteitsverlies. Ja. Dus al die zaken bij elkaar, hou daar goed rekening mee in het ontwerp. Ja. Kijken we even naar de waardering in Beng van dit onderdeel. Ja, ik benoemde het net al. In de Beng zijn vier luchtdichtheids... Althans, in de Beng is dat niet te onderscheiden. Maar er zijn in de markt zijn vier luchtdichtheidsklasses te onderscheiden. A tot en met D, dus dat hebben ze makkelijk gedaan. Nou, wat we in de praktijk zullen zien... Ja, makkelijk, want D is... D is hartstikke goed, dan heb je een goed luchtdicht systeem. Ja, dus... ja. En A, dat is eigenlijk het minste in deze. Nou, in de praktijk zul je zien dat in gestapelde bouw, Jimmy had het er straks al over de lekke schachten, ja, dat zal eerder richting A gaan. Ja. Nou, hang je daar dan een hartstikke mooie dakventilator op en laat die werken, maar door de luchtlekkage zal die meer moeten doen. Nou, zorg er dus voor bij die renovatie dat je ook goede luchtdichte kanalen toepast. En ook goed monteert, want zowel product als montage zijn daarbij echt belangrijk. Ja, en Beng waardeert de klasse D, of hoe moet ik dat zien? Als je D invoert, dan heb je inderdaad ook in het totaalontwerp, ook dat maakt een onderdeel uit van de totale waardering, heb je een betere waardering in de Beng. Ja. De kanalen zelf, die worden verbonden met hulpstukken. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, daar kun je ook een hele hoop in doen. In de praktijk zien we heel vaak nog wel eens tape voorkomen en dat soort zaken. Ja, niet meer doen. Okay. Wil je goede luchtdichte kanalen, maak dan bijvoorbeeld gebruik van safe-hulpstukken. Dat zijn hulpstukken die perfect op elkaar zijn afgestemd en in elkaar passen. Het zorgt voor een luchtdichte afsluiting. Dus de hulpstukken die hebben eigenlijk al meteen hebben die luchtdichtheidsklasse D. Dus daarmee zit het goed. Ook in montage zijn ze handiger. Dus dat zorgt er ook weer voor dat je in de praktijk ervoor zorgt dat er minder risico is dat het bij de montage nog verkeerd gaat en dat daar het luchtlek ontstaat. Op die manier kun je dat dus beter borgen. Je hebt dus een betere en een luchtdichtere aansluiting. Ja, en in de praktijk, die luchtdichtheid en daarmee een betere aansluiting, ook minder weerstand, dat vertaalt zich gewoon naar een lager energiegebruik. Ja. Ja. Je noemt net het woord borging, ik moest daar ook even aan denken. Een WKB bijvoorbeeld, met kwaliteitsborging, dan worden dit soort dingen nog veel belangrijker? Nou ja, wat met de luchtdichtheidsklasses is, onze kanalen ook, Luca, daar zijn wij lid van, die hebben dus de klasses en onze producten moeten dus ook door allerlei testen komen om het certificaat te krijgen dat wij mogen zeggen dat ze voldoen aan luchtdichtheidsklasse D. Ja. Dus alles is getest.
Ja. Kijk even naar, je noemde net al, zorg voor zo min mogelijk weerstand in het ontwerp. Kun je daar iets over toelichten, wat er gebeurt? Ja, inderdaad. Luchtdichtheid, dat geeft er al een positieve bijdrage aan. Maar de weerstand in het ontwerp, die zit in meer dingen. Hoeveel bochten pas je toe? Hoe ga je dat verslepen in zo'n woning? Nou, zeker bij bestaande bouw zitten daar ook vaak nog uitdagingen. Wat we zien eigenlijk, we hebben hier wat voorbeelden. In ons laboratorium hebben we hier een testopstelling gemaakt. En wat we eigenlijk doen is dat we 300 kuub per uur ventileren. En doen we dat met een rechte verbinding, dan zien we dat dat een druk heeft van 22 pascal. Dus dat daar die weerstand aan wordt. Maar gaan we naar willen we het doen met één bocht erin, dan zien we in afbeelding 2 dat het in pascal bijna verdubbelt. Dus we gaan al naar 40 pascal. Nou, gaan we naar afbeelding 3 en maken we daar een mooie S-bocht in. Dan zie je gewoon dat we al naar 58 pascal gaan. Ja. Hoe meer pascal in dit geval, hoe harder dat die dakventilator moet gaan werken. Ja. Om de debieten die we eigenlijk willen hebben in die woning, dus de luchtverversing die daar plaats moet vinden, om dat te realiseren. En hoe harder dat die dakventilator werkt, hoe meer energie dat die verbruikt. Ja. Hebben jullie dit gemeten, getest? Dit zijn jullie resultaten. Maar hoe weet ik nou als ontwerper van systemen, degene die het aan moet brengen, hoe kan ik nou van tevoren weten wat de invloed is? Wij hebben van al onze producten, daar zijn hele mooie tabellen van waar de waardes uit te halen zijn. Dus je kunt van tevoren in het ontwerp een berekening maken waarbij je die waardes invoert. Zodat je eigenlijk al meteen kunt zien van dakventilator tot ventiel. Precies wat de capaciteit in de praktijk kan gaan worden als het allemaal ook netjes wordt gemonteerd. We hebben daar diverse tools en hulpmiddelen ook voor. We hebben ook een afdeling engineering die onze klanten ook nog meehelpt bij het ontwerp maken, mocht daar behoefte aan zijn. Dus we proberen onze klanten daar echt op alle manieren bij te helpen om uiteindelijk natuurlijk een optimaal resultaat te hebben. Ja, zowel in ontwerp als uitvoering. Zowel als in ontwerp als uitvoering, inderdaad. Ja. We hadden het net al even over ons Experience Center in Bergsehoek. Matty heeft dat ook laten zien. Wij hebben daar gewoon, we hadden daar regelmatig groepen. Met de corona is het natuurlijk ietsjes lastiger geworden. Maar het doel van het Experience Center is echt om die training te geven, ook aan de installateurs, om te laten zien hoe ze in de praktijk een goed resultaat halen. En de bedoeling is dus, neem ik aan, om dat binnenkort zo snel mogelijk toch weer op te kunnen starten. We hopen dat inderdaad zo snel mogelijk weer op te pakken. Ja, ja. Ja. Nog één onderdeel specifiek voor gestapelde bouw. Brandcompartimenten, brandkleppen. In hoeverre kom je die tegen? Hoe los je dat op? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is dus wel een verschil tussen de standaardbouw en de gestapelde bouw. In een normale woning zijn er natuurlijk ook brandeisen. Maar bij gestapelde bouw, omdat je met een collectief systeem werkt, is het wel belangrijk om die afscheiding goed te doen. Dus het is gewoon belangrijk om daar de brandscheiding ook te waarborgen. Nou, doorgaans gaat het richting het kanaal, door een muur. Nou, daar zijn ook allemaal eisen voor. Tipje, check dat ook even, want per 1 juli verandert daar ook het een en ander in. Onze brandkleppen inderdaad, we hebben daar een heel groot assortiment in. Die ook voor al die toepassingen wel geschikt zijn, zeg maar. Dus je kunt kijken wat is er geschikter voor het project. Maar bij de brandkleppen heb je ook te maken, los van de brandeisen, heb je ook te maken weer met weerstand. Want een keuze voor de verkeerde klep zorgt er ook voor dat je weerstand weer toeneemt. En zelfs behoorlijk in het geval van brandkleppen. We zien hier eigenlijk een voorbeeld tussen twee kleppen. Een vlinderbrandklep en een standaard brandklep die wij hebben. Wat weer een moderner type is. Is geen mooie naam aan toegekend, zoals vlinder of iets. Maar de gedachte is eigenlijk dat zo'n klep moet ook zo min mogelijk weerstand hebben. En als je hier al op de afbeeldingen kijkt, dan zie je al dat de constructie bij de vlinderbrandklep, dat die natuurlijk veel meer in dat luchtkanaal zit, dat die veel meer ruimte in beslag neemt. Nou, dat zorgt dus ook voor meer weerstand. En het verschil tussen deze twee eigenlijk redelijk standaard kleppen is in weerstand gewoon meer dan 125%. Nou, je kunt je voorstellen, als je een aantal woonlagen hebt en je hebt per woonlaag zo'n klep zitten, wat dat doet voor het energiegebruik van je dakventilator. Betekent dat je zegt van die vlinderbrandklep moet je gewoon niet meer toepassen?
Ik zou het niet. Ik zou kiezen inderdaad voor een FR92 type brandklep. Of een soortgelijke, al naar gelang wat je project natuurlijk is. Maar ik zou kiezen voor een brandklep met zo min mogelijk weerstand. En doet de markt dat inmiddels ook allemaal? Dit is vaak inderdaad ook natuurlijk wat staat er voorgeschreven. Maar ik hoop dat met de uitleg van vandaag dat daar ook wat meer verandering in komt. Want er is nog een ander bijkomend iets. En dat is namelijk dat als er meer in dat luchtkanaal hangt, is er ook meer risico op vervuiling. En vervuiling, dat betekent weer meer onderhoud. Dus ook in die zin zou ik altijd adviseren om voor een brandklep te kiezen met zo min mogelijk weerstand. Ja. Dankjewel voor het heldere verhaal. Ik krijg een paar vragen binnen voor jou. Dus daar gaan we toch even naar kijken. Een vraag is van, zijn er ook duurzame oplossingen voor kanaalsystemen? Jazeker, we hebben hier natuurlijk het een en ander laten zien met staal. Maar bij duurzaamheid, inderdaad ook met labelsprongen, dat je toch de gedachte hebt inderdaad om duurzamere producten toe te passen, zou je ook kunnen denken aan bijvoorbeeld producten als Climate Recovery. Dat is een product dat wij hebben. Dat wordt niet van traditioneel staal gemaakt. Dus zeker ook op dit moment met de vraag naar grondstoffen of beperkte aanbod, is het zeker goed om naar die alternatieven te kijken. Maar Climate Recovery is ook duurzaam. Het wordt namelijk gewoon gemaakt eigenlijk van zand en gerecycled glas. Goede isolatiewaarde. Het is echt gewoon echt een heel erg goed product en een ontzettend goed alternatief voor een kanaal. Dus daar draagt de installatie niet alleen bij aan de duurzaamheid, maar is de installatie op zich ook gewoon een stuk duurzamer. Ja, klopt inderdaad. Ja. Dat is een mooie ontwikkeling. Moet ik het goed zeggen, je hebt ongeveer 80% minder CO2-uitstoot bij de selectie van een Climate Recovery kanaal ten opzichte van het conventioneel, traditioneel kanaal. Ja, zelfregelende roosters hadden we het over. Er komt hier een vraag binnen van, zijn die er ook voor monumentale panden? Zeker. We komen daar van allerlei vragen in tegen eigenlijk ook. Hoor. Maar een vraag die we heel veel krijgen en wat we ook zien. Ik benoemde net al dat er in die bestaande bouw vaak al een rooster geplaatst zit. Nou, soms is er al een paar jaar geleden een renovatie geweest waarbij het glas is vervangen. Hebben ze daar geïnvesteerd in een rooster, maar is nog niet zelfregelend. Nou, we hebben een afdeling die er eigenlijk voor zorgt, dat is bij Airvent Natuurlijke Ventilatie, dat er roosters op maat worden gemaakt met de zelfregelende HDV-klep zoals we hem net in beeld ook hebben gehad. Die kunnen geplaatst worden op het oude ventilatierooster, waarmee je dus en het voordeel hebt dat het oude ventilatierooster daarmee zelfregelend wordt, maar ook het voordeel dat je gebruik maakt van de klep die zorgt voor het Coanda-effect, dus de verbetering van het comfort. Dus je hoeft er dus geen glas uit te halen, er hoeft geen schilder te komen om nieuwe glaslatten te doen. Ja. Enorme besparing ook qua investering. Ja, maar specifiek voor monumenten, ja, dan moet je gewoon kijken wat er mogelijk is, denk ik. Ja, dan is het soms inderdaad ook kijken wat de voorzieningen zijn. En dan moet je altijd kijken naar wat is er mogelijk. We hebben bijvoorbeeld een mooi project gedaan waarbij roosters achter open stootvoegen zijn geplaatst. Dan zie je ze niet op het glas. Vaak zie je bij beschermd gevelaanzicht dat het niet gewenselijk is dat er een ventilatierooster zichtbaar is op het glas. Nou, hij kan dan ook verwerkt worden in het kozijn. Hij kan ook op het kozijn worden gelegd, maar hij kan bijvoorbeeld ook door de muur achter een open stootvoeg komen. Oh, helder. Ik krijg hier wat vragen binnen over de CAS Optima. Dus, hoe worden de ventielen en kleppen van de CAS Optima gemonteerd? En zijn de brandkleppen makkelijk te installeren? Goede vraag. Daar hebben we natuurlijk heel erg over nagedacht. Het is actueel, de brandklep. De brandklep moet natuurlijk ergens in het ventilatiekanaal zitten. En als die klep zeg maar in het kanaal wordt gestoken en er is niet zo heel erg veel plek voor die klep en hij eindigt zeg maar op de afgewerkte muur, dan moet je eigenlijk een ventiel hebben wat niet voor een gedeelte in het kanaal terechtkomt. Dus de CAS Optima klep is zo geconstrueerd dat hij aan de achterkant helemaal vlak is. Hij sluit dus aan op de muur en er zit niks in het kanaal. En dat betekent dat je dus de brandklep zeg maar tot het eind van de muur in het kanaal kan zetten. De klep er tegenaan kunt zetten. En als je erbij wil, kun je dus dekseltje openmaken van de klep. Daar zitten twee magneetjes op, die houden die klep vast. En dan zie je meteen de brandkleppen zitten. Zowel een kleinere doorlaat zeg maar, als de brandklep. Maar als je met één schroef kun je dus de hele CAS Optima klep van de muur afhalen. En dan krijg je een opening van rond 125 zeg maar, op de bodemplaat die op de muur geschroefd zit. En daar kun je dan bij de brandklep dan kun je hem controleren, schoonmaken, vervangen. Dat kan. Ja. Kun je iets zeggen over het verschil tussen CAS 3.1 en 3.2?
Ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. 3.1, 3.2. Het is onze derde generatie KAS dakventilator, dus daar vandaar de 3. En de 1 of de 2 slaat op de voetmaat. Voetmaat 1, voetmaat 2. Dus voetmaat 1 is een kleine dakventilator, voetmaat 2 is een wat groter. Dus in de ventilatiebranche voetmaat 1 en 2 is zeer gebruikelijk. Oké. Okay. Ja. 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 Krijg je een vraag binnen en dat zul je ongetwijfeld antwoord op kunnen geven. Waarom is het zo voordelig om maar 20 pascal te gebruiken bij de Optima-ventielen? Nou, dat sluit ook een beetje aan bij het verhaal van René, denk ik. Hè. Wat je eigenlijk wil is, je wil eigenlijk zo weinig mogelijk luchtlek, je wil zo weinig mogelijk geluid, je wil zo weinig mogelijk weerstand zeg maar, in het kanalensysteem. Nou, de meeste drukgestuurde ventielen in de markt zeg maar, die vragen tussen de 50 en de 70 pascal aan druk om te kunnen werken. Op het principe zoals ze het doen met een balgje of met een klepje. De KAS Optima is zo ontwikkeld dat wij al bijvoorbeeld 75 kuub kunnen halen bij 20 pascal. Dat betekent dat je eigenlijk maar 20 pascal hoeft te hebben achter de dakventilator. En dat betekent dus dat je veel minder lucht, veel minder druk nodig hebt. En dat de dakventilator eigenlijk op een lager toerental draait. En dat betekent eigenlijk ook dat als je alle ventielen uitvoert met de KAS Optima klep, dus zowel in de keuken, in de badkamer, maar ook in het toilet. En dat is dan een handbediende klep met een bepaalde instelling. Dan kun je dus in het hele systeem die lage weerstand gebruiken. En als je daar een ander ventiel bij zet, dan moet je dus om dat ene ventiel te laten werken, moet je optoeren. Nou, dan doe je eigenlijk de twee andere KAS Optima kleppen tekort. Want die moeten dan op een hogere weerstand, dus bij een hoger geluidsniveau werken, wat niet nodig is. Duidelijk antwoord volgens mij. Ja, dank je. René, ik ga even terug naar jou. Je hebt het hele verhaal verteld over het belang van alle onderdelen. Misschien nog even kijken en ter afronding even samenvattend. Ja, nou ja, een goede dakventilator. We hebben een paar mooie producten nu gezien, de KAS Optima. Maakt natuurlijk onderdeel uit van een goed systeem. Dus selecteer niet klakkeloos alleen de dakventilator, maar zorg er ook voor dat je je roosters en alle andere voorzieningen aanpast. En ook in de uitvoering, let op die details zoals de montage. Maak gebruik van producten die je daarbij helpen, zoals inderdaad het AirVent Safe voor die luchtdichtheid. Het levert een positieve bijdrage aan het energiegebruik, maar ook aan het comfort voor die bewoner. En die zal dan tevreden zijn over het systeem wat hij heeft. Ja. Al met al toch best wel een ingewikkeld systeem met heel veel aandachtspunten. Neem aan dat jullie als bedrijf de klanten daar graag in willen ondersteunen. Hoe doen jullie dat? Jimmy, kun jij daarop ingaan? Ja, nou, we laten ze uiteraard niet zwemmen en het zelf ontdekken als dat niet nodig is. We hebben op de website een aantal rekentools staan die ze zelf daar vandaan kunnen halen en kunnen gebruiken. Wij kunnen ook een berekening maken. En er is ook nog een tussenvorm. Als je zegt van nou, ik heb zelf een berekening gemaakt, Ito Daal erop. Onze engineeringsafdeling kan het verzoek krijgen. Wil je even meekijken, zeg maar, of ik het goed gedaan heb? Hè? Zodat ik misschien, als ik een foutje heb, dat de volgende keer beter kan doen. Dan kunnen we eventueel een compleet adviesrapport maken. En daar hoort eigenlijk een stukje projectopname bij. Dat betekent dat wij accountmanagers buiten hebben lopen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de AirVent. Die zeg maar op een project kunnen meekijken. Want in de bestaande bouw heb je nog wel eens te maken met verschillende woningtypes in een complex. En daar kunnen we dan zeg maar ter plekke een goed advies voor doen met een bijbehorend rapport. En uiteindelijk willen wij ook zeker met nieuwe producten de installateur ondersteunen on the job, wat hier staat. Hè. Dus hebben ze de eerste keer een project of misschien ook zelfs een tweede keer. Wij kijken graag mee op het project om ervoor te zorgen dat in elk geval de eerste keer het in bedrijf stellen, et cetera, dat goed gaat. Ja. René, wil jij nog iets aanvullen daarop? Ja, wat Jimmy ook al zegt, ook wij hebben een groot team van deskundige medewerkers die een advies kunnen geven en ook projecten kunnen begeleiden. We hebben ook inderdaad een afdeling engineering die daar ook in mee kunnen denken. Maar ja, ook belangrijk, mochten er mensen nu meer willen weten of het echt willen ervaren, ja, dan is iedereen ook altijd welkom om een keer naar ons Experience Center te komen om daar inderdaad meer te leren over ventilatie. Ja. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie bijdrage aan dit webinar. De duidelijke uitleg van de systemen, maar ook alle aandachtspunten die er komen kijken bij een goed ventilatiesysteem en hoe dat mee kan helpen aan het maken van labelstappen. Ik hoop dat u als kijker daar ook van geleerd hebt en van genoten hebt ook van deze uitzending.
U kunt uiteraard contact opnemen met de beide heren en hun bedrijven. Daar staan ze open voor. Ze willen graag voor u zijn, u graag adviseren. Hieronder vindt u ook de contactgegevens. Daar kunt u ook uw gegevens achterlaten, zodat er contact met u opgenomen kan worden. Nou, zoals gezegd, we hopen dat u antwoord hebt gekregen op de vragen die u misschien gesteld hebt. Anders gebeurt dat zo veel mogelijk nog achteraf. Wij willen tot slot na afloop van dit webinar graag nog een enquête houden. Dus we zouden het waarderen als u na afsluiting nog eventjes ingeschakeld blijft. Om ons ook de nodige feedback te geven over dit webinar. En zodat wij ook daarvan kunnen leren en kunnen zien hoe u het gewaardeerd hebt en wat u misschien gemist hebt. Nou, nogmaals, Jimmy, René, dank voor jullie bijdrage. En ik wens u nog een hele prettige middag en wellicht tot ziens bij een volgend webinar. En hou daarvoor ook onze site in de gaten, www.bouwwebinar.nl. Wens ik u allemaal nog een hele prettige dag verder.